Stichting Met Je Hart organiseerde woensdag een lunch en een pubquiz voor ouderen in café-restaurant Toon. De stichting zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, maar moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. Met Je Hart nodigt ouderen persoonlijk uit voor een ontmoeting in hun gemeente. De ouderen reageren heel enthousiast. Ze vinden het leuk. En wat ze dus ook zeggen, het is even iets anders als het normale, het dagelijkse. En dit is dus de vijfde ontmoeting. We proberen dus elke maand een ontmoeting te doen. En de ene keer is het koffie drinken ergens, de andere keer is het een etentje, dan is het een lunch. En het is heel divers, dus mensen zijn heel enthousiast, vinden het gewoon heel leuk. En als ik ze later dan spreek, dan hoor je echt van, ik heb er nog gewoon dagen of weken van genoten. Dat is echt, ja, waardevol. Waardevolle ontmoetingen zijn het. Die kleine jongen van 8 uit Ohio is in de bus van zijn vader gestapt. En hij is 1,5 kilometer zonder verkeersregels te breken ergens naartoe gereden. Waar reed hij heen? Het dorp is natuurlijk wel heel erg anders, dus ik heb eigenlijk geen muziekvragen kunnen doen, want we zitten vaak bij mijn eigen pubquiz op een wat jonger publiek. Dus ik heb her en her wat vandaan moeten pakken, wat leukere vragen. En ik heb nog gewoon een ronde over Nijmegen zelf bedacht. Ik dacht even kijken hoe de historische feitjes bij het wat oudere publiek, of dat er een beetje in zit. Dus op die manier eigenlijk 25 vragen plus nog 2 bonusvragen. Ik heb niet heel erg lang namelijk, normaal gesproken heb ik een hele avond, maar dat nu moet er even wat sneller doorheen.